Bedrijven in de agrarische sector worden steeds groter en het werk moet preciezer worden uitgevoerd. De verregaande automatisering is hierbij een grote meerwaarde. De ontwikkeling in de agrarische sector is met name te zien door de automatisering. Zoals bij de kleine ondernemer als de grote is er steeds meer vraag van de consument. De klant is gebaat bij aan een goed werkende machine, een betrouwbare machine en kan zijn product daar versneld en preciezer afleveren. Deze volautomatische machine, zoals je hem hier ziet, heeft een ontstapellift van 8 hoog, vult de kisten luchtig, opgewicht, plaatst ze door naar de stapelaar tot een optie van 3 hoog, met name de chauffeur in een veilige beweging de kisten weer weg kan nemen. Naast het vullen van kisten kan deze machine ook draaien, legen, gelijkmatig uitvoeren, 2 kanten opdraaien. Dat maakt hem veelzijdig voor de gebruiker. Naast deze volautomatische kistenvuller zijn er ook vele andere mogelijkheden, zoals een dubbele bunkervuller of een monovuller. Van Hees Machinery ontwerpt en bouwt machines voor de industriële landbouw- en foodindustrie. Rick vertelt ons over hoe zo'n ontwerp nou eigenlijk tot stand komt. Bij het ontwerpen van een machine is het belangrijk dat je goed luistert naar de klant. Het is niet alleen het verhaal van de klant wat voor machine hij wil hebben, maar ook het verhaal van het bedrijf eromheen of het proces waar de machine in komt te staan. Als je je goed verdiept in de klant zijn proces, kun je als machinebouwer en als ontwerper echt een toegevoegde waarde leveren waar de klant gelukkig mee is en om zijn doel te bereiken. Als het idee geworden is en je hebt opdracht gekregen van de klant, ga je starten met het echte engineeringsproces. Ideeën die verzameld zijn worden uitgewerkt in concepten. Als de concepten worden goedgekeurd, worden ze uitgeëngineerd naar productietekeningen om vervolgens het te maken. Zowel op productieniveau, maar op elektrotechnisch niveau waar de schakelkasten gemaakt worden, de PLC-programmering van start gaat. Als dat allemaal samen klaar is, wordt de machine gemonteerd, getest en vervolgens afgeleverd aan de klant om daar verder te optimaliseren en uiteindelijk op te leveren. Mijn tip voor ondernemers is: zorg dat je voorop loopt en blijf dat doen.